Hallo en welkom bij inmiddels de tweede aflevering op ons IZ Tech Lab kanaal. Het kanaal waar we onze technische content delen met onze tech community. Zoals ik in de vorige video heb geïntroduceerd, staat het thema centraal technology en security. En ben ik de host Michael van der Vaart van iedere aflevering en heb daar een expert in op dit moment mijn virtuele studio. En in deze video heb ik nog steeds Danny Batenburg aan de desk zitten, die ons verder gaat meenemen in de beveiliging van IZ Protect Cloud met twee-factor authenticatie in deze aflevering. En verder gaan we de eerste uitrol doen vanuit de wizard in IZ Protect Cloud van de eerste client. Danny, heel kort natuurlijk, jij bent mijn collega al heel wat jaren, maar ja. Voor een volledige introductie nodig ik iedereen uit om aflevering 1 nog even goed te kijken. Zullen we in deze aflevering direct van start gaan? Jij begint volgens mij in IZ Business Account. Ja, dat klopt inderdaad. Ik ben nu ingelogd in het IZ Business Account. Zoals we voor in de vorige aflevering hebben we daar al de IZ Protect Cloud instantie in opgeleverd. En nu gaan we eigenlijk verder met het opzetten van twee-factor authenticatie. Yes, show us the way. Het is eigenlijk heel eenvoudig. Ik volg hier in dit geval eventjes de wizard, om het maar even zo te zeggen. Om twee-factor authenticatie in te schakelen voor deze gebruiker. Dus wanneer ik daarop klik, wordt mij gevraagd om het wachtwoord van het account. Nou, dat is, die heb ik wel als het goed is. Nou, bij deze is het ingeschakeld en eigenlijk wat er dus nu gebeurt is dat wanneer ik nu uitlog en dan weer ga inloggen, dan wordt mij gevraagd om het een en ander op te zetten. Dus dat gaan we ook doen. En dan zijn we in IZ Protect Cloud beland of gaan we daar nu naartoe, Danny? Daar gaan we nu naartoe. Dus nu kunnen we direct vanuit het IZ Business Account, waar we nu weer netjes zijn ingelogd, kunnen we via de open knop beginnen met het verder opzetten van IZ Protect Cloud en ook het maken van een installer. Yes. Ik klik weer op open om het IZ Protect Cloud interface te openen. Ja. Ja, ik ben nu in de IZ Protect Cloud interface beland en daar word ik meteen naar de startup wizard geleid. Ja. Ja, we gaan door de Startup Wizard heen, vermoed ik, Danny. En dan gaan we kijken naar de basisinstellingen in ieder geval van die eerste installatie van je allereerste endpoint, correct? Ja, dat klopt. Het gaat om een zogenaamde live installer. Dat wil eigenlijk zeggen dat we een installatiepakket gaan maken waar de daadwerkelijke installatiefiles niet in zitten. Maar die worden dus gedownload op het moment dat je die installatie start, zeg maar. In dit geval gaan we inderdaad meedoen met het Product Improvement Program. Dus daarmee helpen we IZ eigenlijk met het verzamelen van geanonimiseerde data om de installatie onder andere te verbeteren. Nou, in het pakketje zelf kunnen we een aantal dingen aangeven. Nou, de Management Agent is verplicht om mee te geven in de Live Installer. En in dit geval kiezen we er dus ook voor om het Security Product direct mee te installeren. Full Disk Encryption installeren we dit keer niet mee, maar het kan ook wel dus direct meegenomen worden in de Live Installer. Maar Full Disk Encryption is een onderdeel voor een andere TechLab video. Ja. Nou, stel dat het om Linux producten gaat, dan is er ook een alternatief voor, waar we ook op een ander moment op in kunnen gaan. Nou, de licentie staat hier al aangegeven eigenlijk, dus dat is makkelijk, daar hoef ik niks meer voor te doen. Het gaat nu voornamelijk om welk product wil ik gaan installeren. Dan zijn er een aantal opties. Endpoint antivirus, endpoint security, ook de Mac producten staan er onder andere tussen. Nou, in dit geval ga ik gewoon IZ Endpoint Security voor Windows willen installeren. Als ik op het kokwieltje druk, kan ik er nog voor kiezen om eventueel changelogs op te halen. Of een specifiek oudere versie van de software te selecteren. Nou, in dit geval wil ik gewoon de laatste versie. En zoals ook hier bovenin aangegeven staat, is het eigenlijk zo dat wanneer je niks opgeeft, die automatisch ook de laatste versie pakt. Nou, dan komen er nog wat extra functionaliteiten eigenlijk naar boven. Dus wat extra opties ook die we in kunnen stellen omdat we hier gekozen hebben voor het security product. Een daarvan is het selecteren van een policy. Nou, standaard komt IZ Protect Cloud al met een aantal policies eigenlijk uit de doos.
We gaan daar tijdens deze video niet verder eigenlijk op in. Dat kunnen we, ja, we gaan hier een soort van deep dive in doen, ook in een aankomende video in ieder geval. Ja, in een best practice installatie gaan we zeker in op policies en configuratie. Check. Taalversie. Ik wil gewoon een Nederlandse versie hebben. Ik ga akkoord met gebruiksvoorwaarden. En dan kom ik nu bij de vraag over of we IZ LiveGrid feedback willen inschakelen en of we de detectie van mogelijk ongewenste toepassingen willen inschakelen. Ja, kun je IZ LiveGrid en dan voornamelijk hier dan het feedback systeem kort toelichten voor de mensen die kijken? Ja, tuurlijk. Het IZ LiveGrid feedback systeem is er eigenlijk voor bedoeld om geanonimiseerd en automatisch samples te uploaden die IZ nog niet heeft gezien binnen het IZ LiveGrid reputatiesysteem. Dus dat helpt ons met het verbeteren eigenlijk van onze detecties. Door dit in te schakelen zal het endpoint dit automatisch voor je gaan doen. Nou, als het dan gaat om de detectie van potentieel ongewenste toepassingen, ja, denk daarbij dan voornamelijk aan toolbars of browser plugins die proberen je data te tracken of bepaalde advertenties te tonen, et cetera. Ja, die detectie wil ik in mijn geval ook gewoon ingeschakeld laten, want ik hou niet van toolbars en al helemaal niet van getrackt worden, et cetera. Dus dat zijn ook dingen die dankzij deze detectie ook actief blijven. Ja, ja. Nee, helder. We zetten hier in ieder geval de maximale protectie zoals die hier out of the box komt aan natuurlijk. Ja. Ja. En het laatste dus dat zijn eigenlijk, het laatste puntje is eigenlijk als ik bovenstaande twee vinkjes, dus IZ LiveGrid feedback of de detectie voor ongewenste toepassingen niet wil definiëren. Okay, ik kan het eventueel overlaten aan de gebruiker van de machine, van de laptop. Dan kan ik dit vinkje zetten en dan wordt bovenstaande wordt niet meegenomen, zeg maar. Maar in dit geval wil ik dat wel, dus is dat voor nu verder niet van toepassing. Nee, precies. Dan is het een keuze die je aan de eindgebruiker overlaat na installatie van onze software. Maar dat willen wij in deze installatie gewoon voor de eindgebruiker doen. Precies. Ja. Oké. Nou, dan gaan we verder. Dan wordt de installer wordt gemaakt. En dan worden ons een aantal opties eigenlijk aangeboden. De eerste is laat de downloadlink zien. Nou, dat klopt inderdaad. Hier zien we de downloadlink. Ik kan hem kopiëren. Kan ik hem eventueel vanuit een browser direct downloaden. Of ik kan direct de download starten. Ik kan er ook voor kiezen om de installer via e-mail te versturen. Dus ik zou hier ook middels CSV bijvoorbeeld of een clipboard actie kan ik verschillende e-mailadressen ook toevoegen. En dan krijgt de eindgebruiker uiteindelijk een mailtje met daarin een downloadknop. En die download dan, daar zit dezelfde link achter als de download die we nu hebben gemaakt. Dus dan kan de gebruiker het zelf downloaden en installeren als ze local admin zijn. Ja. Voor nu kies ik in ieder geval voor de downloadlink zelf. En daarmee ga ik hem alvast ook even downloaden. Nou, dan wordt de installer die wordt gedownload. Dus dat zie je hieronder gebeuren. Laatste optie die op deze pagina ook genoemd wordt is de remote deployment via your network. En daarvoor wordt de remote deployment tool ingezet die IZ ook aanbiedt om IZ producten te kunnen deployen in in plaats van één tegelijk, zeg maar, gewoon op een groot netwerk. Ja, in dit voorbeeld gaan we inderdaad voor één tegelijk, maar dit nemen we zeker mee in een volgende aflevering om een bredere installatie van endpoints te kunnen doen of servers. Maar die bewaren we wederom voor een andere TechLab video. Oké, volgens mij zijn we dan hier rond als ik het zo zie. Klopt. We gaan nu de installer naar ons testsysteem brengen. En op het testsysteem gaan we verder met de installatie. Top. Goed, we kijken nu naar een schone installatie van Windows 10. Ik heb de link gebruikt om de executable, de installer eigenlijk, te downloaden. Dus die heb ik opgeslagen op het bureaublad. En die gaan we nu starten. Ja, dat moet iedereen nog net lukken, zou ik zo zeggen. Dat hoop ik. Nee, dat weet ik zeker. Goed, bij de installatie zien we dus nu wat er wordt gedaan. Dus we zien wel dat er de management agent geïnstalleerd wordt. Endpoint security wordt geïnstalleerd. En bij beide is aangegeven dat er geen verdere configuratie, dus er is geen verdere policy geselecteerd. Zoals we dat ook hadden besproken. Helder. Ja. Als we dan doorgaan, wordt me nog gevraagd, ga je nog akkoord met de gebruikersvoorwaarden?
Voor de liefhebber, die mag het echt allemaal doorscrollen. Ik ga voor nu even akkoord. Anders wordt het filmpje wel erg lang. Nou, de installer die downloadt de Management Agent software en gaat hem vervolgens installeren. Hetzelfde geldt overigens ook natuurlijk voor Endpoint Security. Ja, dat is inderdaad de live installer component die dan de laatste versies ophaalt van beide toepassingen. Klopt, ja. Nou goed, inmiddels zijn dus beide softwarepakketjes gedownload. En de installer gaat daarna verder om deze ook te installeren. We kunnen dit voor de kijker wel even wat doorspoelen. Ja, eens. Goed. Inmiddels is nu de software volledig geïnstalleerd en klaar voor gebruik. Klik nu op gereed. En daarmee is de installatie eigenlijk afgerond. Nou, de interface die wordt gestart. In het begin zal die nog op een aantal dingen vragen. Eén daarvan is onder andere omdat ik via remote desktop ben ingelogd op dit systeem. De melding dat de firewall is uitgeschakeld. Dus er wordt ook echt rekening gehouden met hoe ik die installatie van de software aan het uitvoeren ben. Want anders had ik natuurlijk mijn verbinding verloren naar het systeem. Dus daar moet ik vanuit een policy wellicht nog wat aan gaan doen. Maar ook dat gaan we meenemen in een volgende video. Okay. Dus voor nu is de installatie volledig succesvol. De software is zichzelf aan het bijwerken na de installatie. Dus daarmee is de installatie eigenlijk afgerond. Helder. En als we dat bekijken vanuit ISA Protect Cloud, hoe die installatie er nu uitziet, heeft het systeem zich gelijk gemeld bij ISA Protect Cloud? Terug in ISA Protect Cloud kunnen we inderdaad zien dat het systeem zich heeft gemeld en als oké heeft bevonden. Dus daar kan ik op klikken. En dan zien we inderdaad ons device terug. En die is nu ready to go, hè, volledig te managen, taken op uit te voeren, etc. Dus die is er klaar voor. Ja, dus dat maakt onze eerste installatie op een Windows 10 client compleet met Endpoint Security. Bij deze is dat ook het einde van deze aflevering voor het beveiligen van ISA Protect met twee-factor authenticatie en de uitrol van de eerste client. Iedereen bedankt voor het kijken. En Danny, jij bedankt voor de uitleg en voor de uitgebreide toelichting. Verdere configuratie en best practices video's die gaan we nog opnemen in een volgende TechLab video. Wil iedereen vragen in de comments vooral achter te laten wat je van onze video vond. Is die uitgebreid genoeg? Willen jullie misschien wat meer zien? Hebben jullie topics voor de volgende keren? Wij staan open. Dit kanaal volgt eigenlijk continu nieuwe video's op. Dus wij zijn er klaar voor. Op naar de volgende. Like, subscribe, druk op het belletje om op de hoogte te blijven. En we zien jullie in een volgende TechLab video. Tot ziens. Doei.